Hoi YouTubes, vandaag laat ik jullie zien hoe je super makkelijk deze madeliefjes op je nagels kunt maken. Ik gebruik hiervoor drie kleuren en mijn dotting tool. Ik begin eerst met deze groene kleur van OPI als mijn basiskleur. Nu is het tijd voor wat wit en mijn dotting tool van Bundle Monster. Ik maak eerst 5 witte stipjes, maar laat wel een klein beetje ruimte in het midden, zodat daar later nog geel aan toegevoegd kan worden. Zoals altijd gebruik ik aceton en mijn kwast van Mitty om de randen weer netjes te maken. Natuurlijk eindig ik ook met een glanzende topcoat zodat alles mooi egaal is en de nagellak veel langer blijft zitten. Hier is het resultaat. Deze nail art is echt super makkelijk en vrolijk. Laat mij weten of je liever meer makkelijke nail art ziet of wil je ook wat moeilijkere video's. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal en bedankt voor het kijken.